gewoon. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog die zo leuk wordt, want ik ga naar Marrakesh met mijn liefste vriendinnen en met een hele leuke squad en wordt nu opgehaald in een mini waar mijn naam op staat. Hoe goed is dit? Er wordt me meteen een videoboodschappen ook even op me gegooid. Oh, dit is leuk. Oh my god! Yuska hier vanuit Marrakesh. Ik wens alvast een hele fijne reis en ik kijk ernaar uit om te stappen. Doeg! Good morning world. Ik ben in Marrakesh, wat nu al echt zo'n betoverende plek is. Ik ben een beetje ziek, zoals je ook hoort. Maar dat mag de pret niet drukken, want het is echt een magische plek en we zitten in een prachtige privévilla waarin we allemaal een eigen huisje hebben en volgens mij zelfs allemaal een mini zwembad, wat echt insane is. Ik ben zo gelukkig dat ik dit mijn werk mag noemen. Ik ben hier met Anna, met Lizzie, met Klaartje en twee hele leuke dames die we al kenden, Hajar en Yusra, die half Marokkaans, half Nederlands zijn en ons eigenlijk Marrakesh door hun ogen willen laten zien. En Yusra heeft ook een webshop, Moroccan Must-Haves. Dus dat is natuurlijk super tof om te zien waar dan alles vandaan komt. Wat we nu gaan doen is quad rijden. Wordt wel spannend. En verder gaan we gewoon elke dag op avonturenpad. De babes! Goedemorgen, ja. Hoe romantisch! Niet normaal. Hey, Liske! I'm gonna kill you. Dit is lekker. Staat in ieder geval op beeld. We gaan dus quad rijden en buggy. Ja, je komt met mijn auto op. We hebben een fantasie ook dat we in een motor gaan waarin ik in een zijspan zit. Waar en ook normaal in heel onder Nederland zitten. Gaan we snacks testen. Ja, we moesten dit ooit voor een pilot dingetje doen voor een programma wat nooit bij zijn geworden helaas. Waar we Febo snacks of zo moesten testen. En daar hadden wij dus bedacht dat we in zo'n karretje door het hele land gingen rijden. Dat was zo echt leuk. Allemaal friet t-shirts hadden we aan en streep burgers. Dat was zo leuk. Volgens mij hadden we zelfs mini mayonaise in onze dingen. Als pochet. Ja. Hoe dan ook, we gaan nu samen en ik ben heel zenuwachtig, want ik kan zelf niet rijden. Dus ik word altijd dit soort dingen echt niet aan mij besteed. Maar ik vind het heel gezellig dat ik bij jou ga. Komt goed. Lekker crossen. Komt Gucci. Oké. Antje is lekker gaande. Ze heeft een heerlijk pak aan. En ze is er helemaal klaar voor. Precies. Het is echt top dat je dat mee hebt. En Claire, die nu achter een boom gaat staan. Ik had Claire's knuffelbeertje gejat. Ja, die vond ik echt niet leuk en ik kon niet slapen. Maar toen kwam een jaar terug. En toen in pyjama kwam ze mij opzoeken. Het was wel een leuke verrassing. Oké, wij lijken echt alsof we een soort in een futuristische oorlogsfilm zitten met deze hoofden. Maar wij zitten in werkelijkheid. Hallo! Zitten we in een buggy. Wat ik dacht dat heel veilig was, maar ze zeiden het is toch wel meer opletten dan op een boot. En toen dacht ik, oh god. Maar Liz, ook wel Lizzie te snappen, gaat ons hier doorheen racen. Oh, wat goor. Zet maar even op. Deze Malian kolderaan van sokmateriaal. Deze look staat je ook gewoon beeldig. Dank je. Wel leuk met die blonde lokken eruit. Mini breakje. Ja, misschien vind ik dat dit briefje of zo, dit hier. Vind je niet leuk? Dit vind ik wel, dit vind ik oké. Maar echt wind. Kom eens, kijk wat ik zie. Is het pas heel leuk of niet? Nou, wat is dit? Het is met Grula Deva. Oh, je hebt een huisje. Oké, je moet niet bewegen. Oh, oh, oh. Oh my god. Even een breakje, dus ik heb me snel omgekleed.
in een super lekker pak. Het is hier open en alles zit aan elkaar vast. Van Faithful, een van mijn lievelingsmerkjes uit Bali komt dat, waar ik ook tickets naar heb geboekt. Oh my god, ik ben zo lekker de zon aan het opzoeken. Ik kan het gewoon niet geloven. Echt zo gelukkig word ik hiervan. En verder is het nu een uur of 4:30 en zijn we net terug uit onze buggy rides uit de desert. Dus ik hoop dat ik heel even wat werk weg kan werken, want je loopt altijd zo achter op dit soort trips. En we hebben in deze huisjes heel lekker, maar geen wifi op de kamers. Dus normaal ga ik dan altijd 's nachts nog wat mails doen en zo, en dat kan nu niet. Dus ik hoop even bij het zwembad of zo, lekker chill, wat dingen wegwerken. En dan gaan we weer uit eten. Het is zo leuk. We hebben nu natuurlijk eigenlijk vooral die desert gezien en dan de villa's waar we nu slapen. Maar het is zo'n gezellige groep, gewoon met al mijn lieve vriendinnetjes. En Hajar en Yusra zijn ook fantastisch. En ik had ook het idee dat ze met het idee spelen om zulke trips voor andere mensen te organiseren. Dus laat me even weten als je dat interessant vindt. Ik was namelijk altijd op zoek naar iemand die zoiets aanbood in Marrakesh. Omdat het toch een plek is waarvan ik niet precies weet van hoe relaxed is het nou als vrouw. Waar moet je precies heen? Waar ga je slapen? Waar ga je eten? Dus dat is echt zoiets waarbij het heel fijn is als je een insider hebt. Dat merk ik nu wel heel erg. Maar het wordt echt een leuk programma. Een hele leuke trip. Ik ben heel erg verliefd op Marrakesh aan het worden. En ik hoop dat jullie die indruk een beetje mee kunnen beleven via de video. Lekker even chillen op het dak van het gebouw. We gaan uit eten en dit is wat ik aan heb. Ik krijg het zelf niet dicht alleen. Een hele lange maxi-jurk. Dit is een hele bekende moskee. Dat is de grootste moskee. En al die chickies. En alle babes. Hallo. En girls night. Iedereen heeft zich helemaal mooi aangekleed. Schatje. Zullen we even een foto met z'n allen hier zitten? Ja. Goedemorgen, ik ben wakker en ik ben me toch wel echt een soort chronisch slaapgebrekje aan het opwerken. Elke avond kan ik pas om 2 uur slapen of zo. En we zijn natuurlijk ook gewoon lekker op pad. En dan word ik heel vroeg wakker uit mezelf. Ik denk omdat ik het gevoel heb dat ik heel erg achterloop op dingen. Ik voel me ook nog steeds een beetje ziek, heel erg keelpijn. Dus nu ga ik even van de gelegenheid gebruik maken om helemaal... ik moet even tot die dingen doorlopen. Om lekker even wat werkjes te doen in de... Nou ja, wat is het? Hangout bij het zwembad. Ik heb een wit jurkje aan van Alex en mijn eigen espadrilles die ik heb ontworpen. Check even hoe mooi het hier is. Deze villa, daar ligt een unicorn, is echt insane. Zo mooi. Dit is echt een plek waar ik wel zou willen trouwen. Hint, hint. Ik zit lekker even in mijn eigen tuintje met ook een mini zwembad. Helaas eigenlijk helemaal geen tijd voor gehad. Maar waar ik wel even de tijd voor neem, is deze doos macarons. Oh my god. Ik eet nu de hele tijd van 1 hap en het is echt amazing. Pistache. Zo lekker. Niet normaal. Ik hou eigenlijk helemaal niet heel erg van macarons. Maar deze zijn gewoon perfect. Super crunchy aan de buitenkant, vet lekker aan de binnenkant. Lucky! Goedemorgen! Wij zijn echt hair twins. Ja, nou jij hebt wel echt hair goals. Aan de hetzelfde eerlijk gezegd. We gaan lekker ontbijten, heel veel zin in. En iets met de kaftans doen, wat ook wel spannend wordt. Dit is oprecht, denk ik, het mooiste ontbijt wat ik ooit heb gezien. Niet normaal. Allerleukste van de wereld, we mogen dus deze schoentjes helemaal customizen. En er is zoveel keuzes niet te doen. Hier gaat mijn hart natuurlijk sneller van kloppen. Ik heb wel heel goed. Lekker knutselen. Toch mijn lieve schoentjes. Oh, dat zei je.
aan, je suite. Echt niet normaal, man. Een buitenbad, hou even op. Nee. Dit is echt te goed. Echt. Holy smokes, we zijn dus in een privé-estate van een kunstenaar. En dit is het mooiste tochlis wat je ooit hebt gezien. Ik weet echt niet wat me overkomt. Dat heb ik nog nooit gezien. Ik ben niet meer stil van. Er zijn alleen maar privé-villatjes die helemaal anders ingericht zijn met eigen kunst. Echt insane. Holy smokes. We gaan nu in mijn villa in en check waar je mee begroet wordt. Wat? Oh, spannend. Nou, we blijven together, you too. Een ezeltje! Ah, zo mooi. Wow, dit airco luik ook, jongens. Wow. Nu even in mijn huis en ik ga lekker in bad. En ik ben echt serieus ondersteboven van deze plek. Het is echt... Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En ik ben zo dankbaar dat ik hier mag zijn en hier deel van uitmaak. Het is echt waanzinnig. Elk voorwerp dat je ziet in deze plek, dus ook bijvoorbeeld dit ding wat aan de deur hangt, of de handdoekjes in de badkamer, alles, wordt door een man die hier woont en een soort creative director is, zelf ontworpen en gemaakt. Alles. En daarom voelen dus ook alle details en de sfeer in elke villa voelt daardoor ook heel persoonlijk en heel anders dan in een hotel. Ik heb natuurlijk veel gezien en veel gereisd, maar hoe dit aanvoelt heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dus dat is echt indrukwekkend. Ik ga nu lekker in bad. Yay! Doe ik altijd in het buitenland omdat ik zelf geen bad heb. Dus dat is heerlijk. Ik laat jullie even de badkamer zien. Zo lekker! Check hoe leuk dit ook is. Een legenda van wat alles is. En het zit dan in customized flesjes waarbij de dop ook van stof is. Die leuke handdoekjes. Met pompoms. Niet normaal. Zo mooi. Hallo. Ik zit in bad. Zo chill. Oh, wat een geluk. Het zou toch leuk zijn ook om dit met iemand te delen. Dat je met je vriend hier bent voor een honeymoon of zo. Ze hebben dus ook in de tuin een boom staan waar ze 1001 lichtjes in doen. En daaronder is dan een diner voor mensen die trouwen en zo. Waanzinnig. Je wordt ook heel romantisch van deze trip. Kijk wat er voor de deur staat. De schoentjes die ik heb gemaakt. Zo cute. Eén groot pompomfeest. We zijn bij zo'n mooi restaurant weer. Hoe leuk is Marrakesh? Eerlijk, ik zou hier echt kunnen wonen. Ik zou het is hier echt van huis kunnen kopen. Ja. Ik zie het wel voor me. Het is zo onwijs leuk en zo mooi. En ja. Goedemorgen, lekker make-uploos door het leven. Het is nu 7:30 en we gaan zo de bergen inrijden om naar een super mooie bijzondere spa te gaan. Waar een heel bijzonder verhaal achter schijnt te zitten, hoor ik. Dus dat is mega leuk. Ik ga even kijken of ik iets van eten binnenkrijg en nog steeds echt geen stem. En verder is het hier zo groen en rustgevend. So pretty. We zijn met z'n allen in een heerlijke sfeer. Echt niet normaal mooi. En nu gaan we ons klaarmaken om te gaan lunchen. En ga ik Claire's haar krullen als een persoonlijke decozadel op. Oké, hallo Yara. Wat een lekker licht. Oh, zo cute. Hoe mooi is dit? Dat is zo sweet. Hi, Yous. Hallo. Yous is de mastermind achter deze trip. Woehoe.
Claire is helemaal obsessed met dieren. Ja. En die is een klein babykatje. Zo lief. Echt bizar. Dit noemen ze dus een simpele lunch. Allemaal brood. Dus brood met lavendel. Couscous. Ook wel lizard, dat is ook grappig bijna. Clara, schatje. We gaan nu naar La Memunia, wat een soort van het meest epic legendarische hotel is in heel Marrakesh en eigenlijk ook heel Marokko. Het is er al tientallen jaren en het is echt heel rock and roll. Je hebt echt wel gewoon je best gedaan. Ja, ik letterlijk. Oh, en de vader van de vrouw van de spa, die werkt was hier echt pas. En hier kwamen ook mensen als Yves Saint Laurent en eigenlijk alle rocksterren van de wereld die graag in Marrakesh kwamen. Daar gaan we dan! Oh, wauw. Hey, Lizard. Ik heb een loopje van Liz gejat om nog een outfit te maken en dit is zo lekker gewaad. Ja, deze outfit is mooi. Goddelijk. En we zijn in iets moois. Oh my god! We komen nu aan bij het eindfeest. En er staat een kameel en we zien. Zo prachtig. Het is gewoon niet te bevatten. Elke shot waarin we een vlog opnemen, zijn we gewoon een soort van aan het gillen of helemaal sprakeloos van hoe mooi iets is. Maar zo is het gewoon echt. Dit is zo romantisch. Nu zijn moeilijk gevraagd worden. Girls, tell us your YouTube and Instagram name. Oh, hi, this is Zaina. I have a YouTube channel. It's Zaina Agnel. YouTube channel and Instagram channel. And it's it talks about beauty, fashion, humor, a lot of stuff. Yeah, I hear that you're very funny, so I have to check it out. Oh yeah? I heard, yeah. Yes, with a funny touch. That's good. Big funny touch. I like that. And what about you? Morgen, het is alweer de laatste dag. Zo verdrietig. Ik ga even de anderen opzoeken voor een ontbijt. En dan nog even een uurtje denk ik hier genieten van alles. En dan gaan we naar de souk. Want in mijn hoofd hoort dat echt mega bij het echte Marrakesh. En daar gaan we denk ik zoveel hectiek zien en zoveel mensen. En dat vind ik super cool. We zijn nu iets fenomenaals aan het doen. We zijn in de private property waar Yves Saint Laurent in de jaren... Welke jaren woonde hij hier? Vanaf de jaren
Wel heel grappig, was je in dat huis van hem in Parijs geweest? Ja. En nu zijn we hier. Nu zijn we hier. The Eve Spirit is alive. En het is hier zo mooi en kleurrijk. En je voelt gewoon dat hij hier zoveel heeft gecreëerd. Het is echt heel cool. Mensen denken dus dat dit zijn huis was, maar dit is het tuinhuisje. Maar hoe fabulous. Als ik het goed begrijp, dan was hier eerst een huis waar Yves woonde. En dat staat midden in deze tuinen. En in de jaren 80 wilden ze hier een winkelgebied van maken. En toen hebben zij met de Yves Saint Laurent Stichting dit hele gebied opgekocht. Deze tuinen en hun mast waren gered. Ik moet wel zeggen dat het ook een beetje een gekke dag is. Want gisteravond zagen we opeens dat Noord-Korea een kernraket heeft afgevuurd en zojuist is er een aanslag in Londen gepleegd en het voelt toch best wel gek om hier dan te zijn en een heel ander universum te leven terwijl dat soort dingen ook aan het gebeuren zijn en ik maak me best wel zorgen om de wereld. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik word altijd heel erg zenuwachtig van dat soort dingen en bang. Amazing. Echt een fascinerende wereld. We staan hier nu met allemaal torens met kruiden en bakken. Wauw. Ongelooflijk, hè? De hemel. Twee korte namen. Char. 150. Geweldige onderhandeling. Liz gaat dit. Ik wil dit super funky ding. Het is zo grappig. Allemaal voor mij. Heel veel people don't want to do that. This is her. Please. So many girls. So many girls. Ze achtervolgt hem gewoon. Yeah. Ik heb zoveel paniek. Ik heb zoveel shit gekocht. Liz is er ook pittig aan toe. Oh my god. Het is godverdomme 40 graden. Het was zo snel en het werd helemaal ingewikkeld. We gaan gewoon even een mini-tripje naar Marrakesh. En dit gebeurt er.